Zij werd geboren op 19 oktober 1959, officieel aangegeven in 1973. Haar eerste levensjaren waren gevuld met harde strijd om in leven te blijven. Maar met haar wil om door te zetten, wist ze zich tenslotte als volwassene veilig te nestelen aan land. Maar nog was ze niet tevreden. Ze ging verder. Haar naam, Veronica. Veronica, een opwindend vooruitzicht. De piraten, veroveraars, wereldreizigers en ontdekkers van heel vroeger hadden wat gemeen met het Veronica van nu. Op zoek naar handelswaar, naar onbekende gebieden, naar nieuwe technieken, zeilden ze de wereld rond met als resultaat de Gouden Eeuw. Ook Veronica is op zoek naar onbekende gebieden, naar nieuwe technieken om het vaderland te verrijken met de beste programma's. Op weg naar een nieuw radio- en televisietijdperk. Een nieuwe Gouden Eeuw. Tja, en dit is radio van de jaren 50. Keurige dames en heren die in voortreffelijk algemeen beschaafd Nederlands de afstand tussen het medium en de luisteraar bijna onoverbrugbaar maakten. Maar het tijdsbeeld veranderde en dat was vooral te merken aan de muziek. Hier is hoofdstuk 1, de VARA. Het gesproken portret, een serie radiobiografieën onder redactie van Karel Blom, is deze keer gewijd aan... Het is 1959. Een bijeenkomst in het Amsterdamse Krasnapolski is aanleiding om een zendschip op zee te leggen dat dag en nacht voor muziek zorgde. Radio luisteren werd leuk. De nieuwe officiële zender Hilversum 3, in het leven geroepen om Radio Veronica weg te concurreren, bleek niet het gewenste resultaat te hebben. Binnen het keurslijf van de gevestigde omroepen opboksen tegen de vrije zeezender Veronica bleek heel wat moeilijker dan men verwacht had. Hilversum 3 met zijn zuilen, zijn ratje toe van verschillende programma's en meningen, probeerde Veronica na te doen, maar dat lukte niet. Wat een tegenstelling, die kale, kille studio's met zijn lange gangen verlicht met TL-buizen en dat schip, de zee, die ongedwongen sfeer die Veronica zo populair maakte. Maar eenmaal aan land liet Veronica zich nog door de kille sfeer, nog door de gevestigde omroepen intimideren. Ze moest verder. Yeah.
Steeds verder werd het grijze Hilversum verdrongen door een golf van opwindende muziek, dat zelfs het straatbeeld begon te beheersen. Radio werd een vriendje dat je overal mee naartoe kon nemen. Met die oude radio. Het werd tijd voor iets nieuws. Ik weet daar kom je toe deze zomer. Dat zullen we weten ook. Hier is Pieter. Peace. Al meer dan 5 jaar trekt Radio Veronica het land in. Komen we naar je toe. In de zomermaanden kunnen duizenden mensen overal in Nederland zelf kennis maken met de Veronica-presentatoren en kijken hoe hun programma's nou eigenlijk gemaakt worden. Ook optredens van bekende artiesten tijdens die locatieuitzendingen hebben veel succes. Nog iets nieuws. Veronica Nieuwsradio. Informatie aan de lopende band. Zo, er is nog een minuutje berichten en dan heb ik in machine 1 een pingel voor de rubriek. Hè? Nieuws ieder half uur herhaald en aangepast aan de actualiteit. Zodat de luisteraar echt op de hoogte blijft. Ik zit eigenlijk ook te wachten op de AB2. En de buitenlanders van Zijl van Economische Zaken. In Amsterdam is het afgelopen weekend het stoffelijk overschot gevonden van een 29-jarig Oostenrijker. De stopzetting is het gevolg van het regeringsbesluit om het onderzoek te laten verrichten door de eigen huisarts. Houd de goede voorzieningen die we hebben in stand. En als het gaat om grote infrastructurele werken. Het is alweer 2,5 minuut voor 11:30 geworden. Tijd om te gaan luisteren naar Muziek voor Miljoenen. Tot 12:00 presenteert Ad Valk het door Hans Mond samengestelde programma. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. De compactdisc is al lang ingeburgerd in de Veronica-programma's op Hilversum 4. De oude trouwe draaitafel blijft leeg. Dames en heren, goedemorgen. Ook op deze vrijdag krijgt u weer 1,5 uur lang Muziek voor Miljoenen. Met vandaag daarin werken van Brahms, Rimsky-Korsakov, Glinka, Borodin, Hilversum 3. De Nederlandse top 40. Al sinds jaar en dag de toonaangevende hitparade en het populairste radioprogramma. En dat vorige week nieuw binnengekomen op 35 in de top 40. En deze week met het stip gestegen naar nummer 28. Kijk, en het... Nieuw.
nummer 29, Diana Ross, met Touch by Touch. Nieuw met Stick, op nummer 26, Level 42 met Hot Water. De top 40 werd door Joost de Draaier uit Amerika gehaald. Het land waar onze manier van radio maken al tientallen jaren gemeengoed is. En er zijn wat radiostations in de Verenigde Staten. 74 degrees and sunny, this is Sheldon Lewis, WWRL, New York. WKTU. WHN, New York. Amerika kent al heel lang lokale radio. Ook in Italië heeft men een overvloed aan radiostations. Na een tijdperk van bijna niet meer te stoppen radiopiraterij, werd de ether daar vrijgegeven. Kleine lokale radiozenders maken naast de RAI, de Italiaanse staatsomroep, hun programma's. Zover zijn we in Nederland nog niet, maar het had er eigenlijk al lang moeten zijn. Die eend is gek hoor, je gaat de pan in. Tijd dat het kerstmis wordt. De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af. Het piratenverleden hebben we achter de rug. Het schip ligt ergens aan de kade en nu maar werk aan de toekomst. Want die lokale radio en televisie komt er heus wel. Dat was weer eens een feestje. Veronica was B-omroep geworden. En dat wordt in het vaderlandse systeem afgemeten in leden en vertaald in zendtijd. In het oerwoud van de Nederlandse radio kon Veronica eindelijk herkenbare blokken gaan maken. Op de televisie was voortaan drie keer zoveel Veronica. Op zondagavond en uniek met de maandagmiddag talkshow van Tieneke. De trein was niet meer te stoppen. De beste buitenlandse series hielden stand. En eigen producties kregen een steeds belangrijker plaats in het programmapakket. De wereld van Veronica hield duidelijk niet op bij de popmuziek en de landsgrenzen. De kerstverse B-omroep maakte de wereld kleiner. Er kwamen documentaires over de derde wereld. Er was ruimte voor gevarieerde informatieve magazines. Veronica stoomde door. Informeerde over de rol van de technologie, de toekomst van de media of de ontwikkeling van het vervoer. Zoals het IJzeren Paard. Een manier van informeren die stevast interessant genoeg was om zeker 4 miljoen kijkers aan de buis te kluisteren. Het IJzeren Paard, zoals we hem bijna alleen nog kennen van plaatjes of museumspoorlijnen als Hoorn Medemblik of Apeldoorn Dieren.
Rijdt die trein? Ja, de trein rijdt, dat is even een probleem. Heel zo. Maar van boven ziet zo'n wereld er weer heel anders uit. Dat ondervonden vooral de makers van Op Jacht naar de Schat. Het avontuur was niet uit het bloed te tappen. Zo hing plotseling op een woensdagavond schatjager Leo van der Goot boven het boemeltje van Purmerend. Het werd niet de eerste en niet de laatste spannende sprong van Veronica. Hij komt nu, juist naar beneden. Zakken. Nee, terug. Ik ga er nu uit. Goed zo. Is het een kut? Deze haak springt zo uit een helikopter op een trein. Dat maakt het allemaal uit. Popmuziek op tv in Veronica's popprogramma Countdown. Behalve popnieuws, interviews en videoclips zie je ook regelmatig optredens van populaire popgroepen en artiesten. Zoals in 1980 Joe Jackson. Als een moderne musketier trok Veronica ten strijde tegen de Haagse regenten. Die het steeds moeilijker kregen met de kleine dwerg die tot een reus dreigde uit te groeien. Veronica, wie? Doe je verder, doe je verder. C'est tout petit, Veronica. Mais alors, on va coordonner avec notre tegenstander. Et aussi avec le tegenstander de Veronica. Parce qu'avec Veronica, gaat het goed. C'est bien. Voor het slapen gaan viel er op een Veronica-avond heel wat te beleven. Een stroom van...